Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Het Redelijke Midden, waarin we het gaan hebben over ethiek in gamingjournalistiek. Of misschien een andere, betere uitleg van wat eigenlijk onder Gamergate en alt-right en dergelijke wordt verstaan. We zijn hier in een studio, een omgebouwde kantine, die dient u als studio voor een opname waarin de hosts fysiek bij elkaar aanwezig zijn. Helaas moeten we deze keer stellen zonder de inbreng van Pim van den Berg en Thijs Klein-Pastum. Die hebben even ijsvrij, want we hebben een thema-uitzending waarin enerzijds Sander Philips zijn opwachting maakt als debutant in Het Redelijke Midden als co-host. Dag Sander, ben je te verstaan? Zeg eens wat. Ik weet niet of ik te verstaan ben, maar hallo. Maar bij mij wel. En anders moeten we in de montage heel creatief zijn. Nee, maar volgens mij gaat dat goed. En Romy van Dijk. Romy? Hallo. Ja, welkom. We besloten een thema-uitzending aan de alt-right te wijden. En waarom, dat kunnen zij zo meteen zelf uitleggen. Eerst even ter introductie, Romy van Dijk. Waar kunnen mensen jou van kennen? Waar hou jij je mee bezig? Ik ben vooral student. Ik heb vorig jaar een mastermaatschappijgeschiedenis afgerond, waarbij ik een scriptie heb geschreven over de alt-right. En ik doe nu een tweede master, Engaging Public Issues. En ik ben daarnaast bestuurslid voor Erasmus School of Color. En ik doe journalistiek, schrijf ik soms voor Expresso. En er staat iets van mij op Vers Beton. En een beetje betrokken bij deze podcast. En daar kunnen mensen mij van kennen. Erasmus School of Color, daar zag ik inderdaad iets op Twitter en zo voorbij komen. Wat is dat precies voor initiatief? Het is een studentenorganisatie die vooral bezig is met echte diversiteit. Dus diversiteit is vaak een PR-stunt voor witte instituten om zichzelf opnieuw te centreren als progressief, zonder dat er daadwerkelijk beleid uit voortkomt die diversiteit echt bevordert. En daar zijn wij heel kritisch op. Dus binnen Erasmus Universiteit kijken we ook heel kritisch naar de organisatorische structuren die diversiteit beperken. Dus je kunt wel quota instellen, maar als de werksfeer, als je als vrouw in een vooral mannelijke omgeving terechtkomt, dan heb je daar alsnog een hele, dan bestaat de kans dat je een hele nare werksfeer ervaart. En wij zijn daar dus kritisch op. Wij willen echt echt het instituut hervormen. En wat ben je van plan om te gaan doen? Wat voor initiatieven ga je ontplooien? Momenteel zijn we vooral een safe space voor vrouwen en mensen van kleur. Met een fysieke locatie op de universiteit, waar mensen hun ervaringen kunnen delen. En we organiseren leesgroepen en filmavonden en etentjes en zo. Maar daarnaast zijn we ook nog heel erg bezig met een beetje onze positie vinden in de universiteit. En kijken in hoeverre we echt verandering kunnen teweegbrengen. Oké, en wat is jouw link met de alt-right? Ging jouw scriptie ook over? Of de... Ik heb dus... voor mijn master maatschappijgeschiedenis heb ik een scriptie geschreven over de alt-right. Specifieker, ik heb een discoursanalyse gedaan van het weblog van Richard Spencer, alternativeright.com. En binnen die discoursanalyse heb ik me vooral gericht op thema's als seksualiteit, masculiniteit en vrouwelijkheid en hoe daarover gedacht werd. En mijn voornaamste interesse voor de alt-right komt eigenlijk uit een soort frustratie en... ik ben heel vaak online. Ik ben een heel online persoon. En ik heb het fenomeen zeg maar zien groeien. En daar kwam een enorme frustratie bij kijken. Okay. Waardoor ik geïnteresseerd ben geraakt in het onderwerp. Ja. Je noemde Richard Spencer. Is dat nou ook die gast die bekend werd van het filmpje waarin hij hier voor zijn muil werd geslagen? En dat viraal ging? Of ik nu de alt-right? Nee, dat is Richard Spencer. Ja. Is mijn favoriet filmpje. Ja. Illustreert gelijk ook de diepte van mijn kennis over alt-right als fenomeen. Die ene van dat filmpje, juist. Ja. Maar goed, daar komen we zo op terug.
Sander Philipsen, waar ben je van te kennen? Van Twitter vooral. Niet dat je per se ergens van te kennen moet zijn of zo, maar dat de mensen kennen jou misschien wel daarvan, van Twitter en van je stukken. Dus dat is helpt om het linkje te leggen. Van Twitter zeg je? En van Twitter. En ik schrijf met enige regelmaat wel eens iets voor One World. Laatst een stuk over bondgenootschap, wat vrij breed gedeeld werd, volgens mij. Maar vooral volgens mij als die vervelende man op Twitter, die heel erg irritant is. Krijg je dat vaak naar je hoofd geslingerd, dat je irritant bent? Ja. Af en toe, vooral van journalisten. Ah, ja. Ja, dat krijg je ervan. En als je dan ook nog een stuk gaat schrijven over hoe anderen... Krijg je dat ook nog als reactie? Dat je dan ook nog een stuk schrijft over hoe anderen zich als bondgenoot zouden moeten gedragen en positioneren? Ik kan me voorstellen dat belerend kan overkomen. Het was niet zo'n heel belerend stuk volgens mij. Ik vond het heel leerzaam. Maar ik kan me voorstellen dat als je inderdaad dat belangrijk vindt, dat het, zeg maar, het metathema van goh, hoe ben je een bondgenoot van en meng je in de strijd tegen seksisme en antiracisme, dat je niet altijd in dank wordt afgenomen. Ik vond het eigenlijk wel meevallen in dit geval. Ik heb een paar vragen over gehad. Ik heb ook geprobeerd om een stuk heel erg op mezelf te betrekken en te vertellen vanuit hoe ik iets probeert te doen, juist omdat dat iets te verminderen. Ja. Het helpt natuurlijk ook dat ik een cis-hetero-witte man ben die altijd een stuk minder over zich heen krijgt dan zwarte vrouwen of vrouwen van kleur die over hetzelfde thema schrijven. Of misschien, dat zul je ook ongetwijfeld herkennen, als je al wel iets over je heen krijgt of een soort van hit, dat je imago of reputatie een bepaalde hit krijgt, dat een soort van zichzelf regenerating ding is. Net als van je gezondheidslevel van een bepaald spelletje. Als je maar gewoon eventjes gewoon je koest houdt, dan ben je daarna gewoon, is je reputatie weer gezuiverd. Omdat je toch een bepaalde als privilege geniet als witte man, toch? Dat zou kunnen, maar ik probeer me meestal niet heel erg koest te houden. Oh, nee, precies. Maar ik blok gewoon iedereen, dus dan heb ik er geen last van. Waarom moeten we het hierover hebben? Wat is het belang van alt-right? Ik denk, volgens mij is er niet... Er wordt vrij weinig aandacht in de Nederlandse media besteed aan de alt-right. En als het gebeurt, dan toch vaak door mensen die niet helemaal weten waar ze het precies over hebben, omdat ze niet heel bekend zijn met de ideologie, of je het een ideologie kan noemen. Maar die zijn er gewoon niet helemaal thuis in de materie. Ik denk dat het heel belangrijk is om die ideeën wel te kennen, omdat het enerzijds een strategisch belang heeft. Want als je weet wat de ideeën inhouden en welke frames worden gebruikt, dan kun je die ook beter doorzien en dan kun je ook beter een alternatief bieden of je kunt er tegen protesteren. En daarnaast is het ook gewoon een kwestie van bekend zijn met je vijand, bekend zijn waar je tegen strijdt. En ik denk daarom dat het heel erg belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. En vooral ook omdat het je ziet dat bepaalde termen worden overgenomen in de media, waarvan de mensen die ze gebruiken misschien niet weten wat de herkomst ervan is. En, welke zijn dat? Geef eens een top 3. Er zijn natuurlijk verschillende memes die je soms ineens langs ziet komen, die... waarvan ik dan weet dat die een bepaalde alt-right achtergrond hebben. En je concepten als cultuurmarxisme, dat wat nu ook gewoon serieus besproken wordt door verschillende media als zijnde een echt probleem. Laten we daar eens op inzoomen. Ik heb er zelf... Ik zat zelf nog te twijfelen van cultuurmarxisme wordt ook wel eens een soort van eufemisme of synoniem voor een Joods complot. Dus deels een antisemitische term, maar niet exclusief. Het wordt ook wel eens gewoon gebruikt om een meer algemener fenomeen te duiden van een soort voor linkse socialistische samenzwering, die dan ook gewoon de volledige mainstream politiek in zijn greep zou houden. Dus het is ook multiculturalisme en gewoon het promoten van progressieve waarden zoals inclusiviteit en emancipatie.
Klopt dat een beetje? In hoeveel antisemitisme zit dat erin? Is het er altijd gewoon een soort van component die er altijd gewoon bij in wordt gegooid? Vanuit het perspectief van de extreemrechts gezien, van altijd goed om er een soort extreemrechts antisemitisch sausje overheen te gooien. Waar is het uit opgebouwd? Ik denk dat je het wel vrij goed samenvat in de zin van het cultuurmarxisme is een narratief waarin eigenlijk alle ontwikkelingen waar de alt-right tegen is, in worden samengevoegd tot een soort coherent geheel. Dat wil zeggen dat het idee is eigenlijk dat de westerse samenlevingen worden geregeerd door een notie van het cultuurmarxisme. En dat cultuurmarxisme, dat is er uiteindelijk op uit om de witte rassenidentiteit onderuit te halen. Daar zit een antisemitische achtergrond bij, namelijk, ik denk dat Steve Bannon heeft aangehaald dat dat cultuurmarxisme is begonnen in jaren 20, 30 Duitsland van de vorige eeuw. En dat het cultuurmarxisme daar werd een theorie was in de academische wetenschap. En dat de Joden, dat vooral Joden waren, en dat die zijn allemaal gevlucht onder Nazi-Duitsland. En die zijn allemaal naar Amerika gegaan, waar ze die instituten en die theorie verder hebben uitgewerkt. Is het ook zo dat het hele idee van een samenzwering, als je een coherente theorie wil ontvouwen over wat er allemaal mis is met de wereld vanuit dat perspectief, inclusief en multiculturalisme en inclusiviteit, mm-hmm, en gelijke rechten en dat soort zaken, dat je om dat effectief te laten zijn, heb je eigenlijk een actor nodig die op een geloofwaardige manier, in ieder geval die in ieder geval niet geloofwaardig in de zin van echt geloofwaardig, mm-hmm, dat is zo, maar dat in ieder geval kan voortbouwen op bestaande groefjes in de hersenen, bestaande verhalen. En het idee van een Joods complot, dat kan altijd dan weer van stal worden gehaald als compatible met een theorie waarin je ook gewoon een kwade genus, een aanwijzbare actor nodig hebt die in staat zou kunnen worden geacht om allemaal dingen te bekokstoven. Mm-hmm. Dus zit daar wat in? Dat het gewoon dat het daarom ook iedere keer antisemitisme weer een plek kan krijgen in rechtse kringen, omdat het een narratief biedt dat extra als cement kan zijn, zeg maar? Ben ik me heel erg aan het verdiepen in het cultuurmarxisme, dus ik weet de details niet helemaal. Maar wat ik zelf uit mijn vorige onderzoek heb gemerkt, is dat ze verschillende ontwikkelingen zien in de samenleving waar ze het dus niet mee eens zijn. Dus je hebt de seksuele revolutie en die heeft mannen ontvreemd en zo. Migratie en feminisme. En dan is de vraag, hoe kunnen we nu al die dingen waar wij tegen zijn, hoe kunnen we die in één verhaal proppen? En dat wordt dan het cultuurmarxisme. En het antisemitische is dat er dus een bepaalde kwaadaardige elite is die bewust die instituten, westerse en de westerse identiteit ondermijnt, en die actief bezig is met het propageren van migratie en feminisme en dat soort dingen. Ja. Maar een beetje als een hondenfluitje, met ook het narratieve voordeel dat iedereen die ontvankelijk is voor antisemitisme dat gelijk eruit haalt. En voor zover het niet landt bij mensen, dan ja, je hebt het ook niet expliciet gezegd, dus dan kom je er wat eenvoudiger mee weg. Ja, maar het trekt ook mensen naar antisemitisme toe. Dus veel van die actoren zijn ook Joods die genoemd worden. Dus daarom is George Soros ook zo'n prominente naam daarin. Die man is Joods en die heeft veel geld. En die heeft daadwerkelijk een organisatie die wel eens wat goede doelen doet en wat dingen probeert te veranderen. Meestal naar een meer open samenleving. Want volgens mij heet zijn organisatie ook de Open Society Foundation. Mm-hmm.
Maar ja, het feit dat hij Joost is, is een reden voor de alt-right om hem naar voren te brengen als een prominente actor daarin. En dat wordt dan ook opgepikt binnen meer mainstream mensen die minder expliciet antisemitisch denken, maar wel hetzelfde complottheorie overnemen. En daarmee zie je, als je kijkt naar Twitter of naar 4chan, zie je ook mensen gaan van denken dat cultuurmarxisme echt is. En daarbij denken van, ja, nou ja, er zijn mensen bezig met migranten naar Europa brengen om witte mensen te onderdrukken of iets dergelijks. En dat begint dan heel matig en dan geleidelijk aan gaat het naar gewoon Shoah-ontkenning en hard neonazi-gedoe. Is het dan ook als, kun je er een definitie van geven? Is het dus een paraplu-term waar heel veel verschillende stromingen onder vallen, waar een directe relatie is met echt het, het meest expliciete, virulente antisemitisme aan de een kant en de rechtsideeën die ook gewoon in de mainstream media worden verkondigd aan de andere kant, maar wel met een directe relatie daartoe. Dat er eigenlijk dus ook een infrastructuur is waarin dit makkelijker wordt gemaakt om verder naar rechts op te schuiven. Ja, en dat zie je ook in Nederlandse kranten en in Nederlandse media. Dus je hebt een aantal stukken gehad die dan cultuurmarxisme als concept gaan verdedigen op de basis dat bijvoorbeeld Mao een marxist was en die wou ook iets aan de Chinese cultuur veranderen. Dus dat is cultuurmarxisme. En dat wordt dan gebruikt om de term te verdedigen, waarmee dan ook het antisemitisme complotgerelateerde omvolkingsgebeuren in Europa meteen wordt witgewassen. Ja, het is een soort gateway. Dus als je het ene deel van het cultuurmarxisme gelooft, dan is het ook makkelijker om die volgende stap te nemen die wel expliciet antisemitistisch is. Ja. Oké, dat was één voorbeeld. Nog één of twee andere termen. Wat zijn dan typische termen of narratieven die we kennen van die geassocieerd worden met alt-right? Omvolking, zoals we net al hebben genoemd. Oh, ja. Dus het idee dat de witte Europeaan of Amerikaan langzaam wordt vervangen door niet-witte mensen. En vooral moslims. En dan komen we dan ook. Dan gaat het al heel snel over dingen als bevolkingsgroei en geboorteaantallen. En dan komt ook het seksistische misogynie idee dat vrouwen vooral kinderen moeten hebben. Witte vrouwen zouden meer kinderen moeten hebben. Islamitische vrouwen zouden minder kinderen moeten hebben. Tot aan de vertegenwoordiging van witte mensen of mensen van kleur in promofilmpjes van Rotterdamse makelij, waar Arjan van Velen in de Correspondenten een geruchtmakend stuk over schreef. Hij was heel gekwetst. Ja. Ja, nou goed, die grippelfix slaan we even over. Is een soort van kleine geschiedschrijving te geven? Kunnen jullie die zo uit je mouw schudden? Van, als we hebben van de historische wortels van de alt-right? Daar kun je heel lang en heel kort over praten. Het is een beetje in het midden. Ja, oké. Er is veel discussie over. De term werd geïnitieerd door Richard Spencer, die destijds in, ik denk 2008, in een Amerikaanse studentenvereniging onderdeel was. Die met boze Amerikanen, die vonden dat het dat conservatisme van die tijd niet radicaal genoeg was. Of het zinden ze in ieder geval niet. En zij verlangde naar een alternatief rechtsgeluid. Dus daar komt dan alternative right uit. Daar is een weblog uitgekomen, wat op zich geen heel spectaculair weblog was. Het was gewoon een soort margeblog, zoals je zoveel extreemrechtse blogs op internet hebt. Maar op een of andere manier is dat gedachtegoed, of in ieder geval het concept alt-right, is later doorgebroken als zijnde een beweging die nu alle extreemrechtse bewegingen op internet als een soort paraplu-term voor alle extreemrechtse bewegingen op internet. En ik denk dat de eerste echte uitbarsting van het eerste moment waarbij je echt van een alt-right beweging wordt gesproken, dat ongeveer tijdens Gamergate was.
En daar weet Sander meer van dan ik. Nou, een prima bruggetje. Gamergate, dat is waar mijn eerste referentie van aan... dat het eigenlijk gaat over ethics in gamer journalism. Ja, dat is ongeveer een witwasterm, ongeveer op dezelfde manier dat alt-right een witwasterm is. Namelijk een slogan gekozen door de mensen zelf om te verbloemen waar het daadwerkelijk over gaat. Maar dan wel zo op een manier, daarom noemde ik hem ook van, die wel zo evident niet de lading dekkend is, dat niet serieus is te nemen dat het daar dan daadwerkelijk over gaat. Want het gaat echt over de manier waarop gamingjournalisten te werk gaan. Ja. Maar Gamergate. Ja, Gamergate is eigenlijk een harassment campaign die begonnen is met het targeten van Zoe Quinn. Een heel kleine en relatief onbeduidende game developer die gratis online gamepjes maakte. En haar ex was aan het leuren met een pamflet over alle vreselijke dingen die zij hem had aangedaan. Waar hij overigens vooral abusive uit leek te zijn uit zijn eigen geschreven pamflet. Maar mannen zijn niet altijd de meest zelfbewuste wezens op aarde. En hij begon daarmee te leuren op 4chan. En op de een of andere manier sloeg dat op een gegeven moment aan en begonnen zij haar lastig te vallen, heel erg lastig te vallen, media te benaderen. Zij heeft moeten verhuizen, mensen zijn bij haar aan de deur geweest, dus was heel vreselijk. Eigenlijk is haar leven een beetje kapot gemaakt. En een van de kernpunten die hij gebruikte om mensen daarin mee te krijgen, is het feit dat zij een paar keer vriendelijk gepraat heeft met één journalist ergens. En die journalist heeft daarna haar game genoemd. Ergens. Dit is ongeveer het meest onschuldige ding in gamejournalistiek die je kan bedenken. Ze heeft de naam genoemd van de game die zij maakte? Ja, ergens in een artikel in een hele lange lijst, geloof ik. Mm-hmm. En toen werd zij de representatie van de corruptie van gamejournalistiek. De corruptie? En de corruptie van gamejournalistiek. Okay. En dat werd toen verweven met andere harassment campaigns tegen bijvoorbeeld Anita Sarkeesian, die sprak over feminisme en dat ook over videogames had. En dat kunnen heel veel, vooral witte mannen die videogames spelen, niet zo heel goed hebben. Zeker toen niet. En op die manier is het ook verweven geraakt met meer racistische, seksistische en alt-right zaken. Is het de hele engel dat het gaat over integriteit van gamersjournalistiek? Ik heb namelijk alleen dat stukje onthouden. En voor de rest gaan alle discussies vooral over racisme en harassment, ja, et cetera. Is die engel van hun niet dat die nou zo waard is om heel uitgebreid bij stil te staan, maar puur dat ze gewoon het irritant vinden dat er journalisten op ook wel eens op kritische manier schrijven over de games die zij leuk vinden of zo? Ja, nou ja, games waren sinds, ik denk, midden jaren 90 eigenlijk echt een witte mannen ding. Dus dat is ook bewust zo getarget door games bedrijven. In ieder geval in de marketing en in termen van marketing, ja, en ook de communities daarna zijn opgegroeid. Dus als je toen in begin jaren 2000 of midden jaren 2000 op een gameforum zat, dan was dat echt 90% witte mannen. Vrouwen werden behandeld als een raar wezen die er was. En die werden dan tegelijkertijd weggejaagd en aanbeden. Dat was een hele rare dynamiek had je daar. En op het moment dat vrouwen en mannen en vrouwen van kleur daar iets over gaan zeggen over games van, weet je, ik wil ook gerepresenteerd zijn. Ik vind games ook leuk. Ik hoor er ook bij. Krijg je hele defensieve en hele haatreacties van, hoe durf je iets te zeggen over dat ding dat van mij is? Want zo zagen heel veel witte mannen zagen dat als games zijn van mij, dat is iets van ons. Net zoals de voetbalclub, zeg maar. Of de hockeyclub, als je wat meer geld hebt. Komt het ook misschien omdat het degene die daar het meest actief in waren, die witte mannen die zich daar zo veel over uitspraken, dat die hele gamingwereld heel belangrijk voor hen is geweest en dat ze daarin de vrijheid hebben gekregen of hebben genomen om een wereld te creëren die, volgens de culturele regels die zij het wilden en dat ze zeg maar daarom veel in extremere mate wereld hebben gecreëerd en ook een ideeënwereld met een taal en een cultuur die nog veel masculiner en seksistischer is en onderdrukkender is dan al te doen gebruikelijk op bijvoorbeeld een willekeurige sportclub of middelbare school. Ja. En dat ja. Het een soort van is doorgeëtterd en dan opeens aan de oppervlakte komt dat voor giftige teringzooi dat wereldje is. Ja, absoluut. Daar speelt ook bij mee dat het vaak om die communities zijn gebouwd door nerds, mensen die zichzelf onderdrukt voelden op meestal de middelbare school.
En die krijgen daarna een positie waarin ze macht hebben. En dan worden zij zelf de onderdrukkers. Maar dan zien ze zichzelf niet zo. En kunnen ze zichzelf ook niet meer zo zien. Dus alles wat zij doen is vanuit de positie van de onderdrukte nerd. Dus alles wat zij doen is nooit vanuit een machtspositie. En daarom oké. Nee, voluit als een nobele machtspositie als Kyle the Warrior, die dan de damsel in distress wil redden. En, ja, exact. Ja. Ja, en dat is ook precies het narratief waar al die games over gaan. Namelijk zijn bijna altijd waren dat mannen die vrouwen moesten redden of daarbij heel veel monsters verslaan en heel krachtig zijn. Juist. Nou, en Gamergate was eigenlijk de eruptie, de explosie van die wereld en wat er problematisch aan was. En dat kwam in het publieke debat toen opeens aan de orde. Ja, en alt-right heeft dat toen aangegrepen om heel veel mensen naar rechts en naar extreemrechts te trekken. Dus wat ze hebben gedaan, Milo Yiannopoulos van Breitbart was daar heel erg belangrijk in. Breitbart was toen al zeg maar de wit-nationalistische mediaorganisatie online. En Milo heeft toen Gamergate aangegrepen als een manier om zijn eigen brand uit te breiden. En daarmee ook heel veel Gamergaters naar rechts, extreem rechts te trekken. Door te benadrukken, door een narratief te scheppen van vrouwen en mensen van kleur komen je games afnemen. Jouw games gaan heel erg veranderen. Terwijl hij natuurlijk veranderde helemaal gereed. Al die games waren nog exact hetzelfde. En dat ook meteen te verbinden aan de bredere... Ja, culture war, zeg maar. Dus ook aan Black Lives Matter, aan Me Too was toen volgens mij nog net niet bezig daarna. Maar je zag al wel veel feministische narratieven, vrouwen die praten over hun ervaringen met seksueel geweld. En dat wordt dan allemaal weggezet als gezeik dat jouw plek als witte man komt bedreigen. En zo hebben zij geprobeerd om mensen naar rechts, extreem rechts te trekken. En dat is... in sommige gevallen eng goed gelukt. Ja, en wat je ook ziet is in die alt-right ideologie, voor zover je over een ideologie kan spreken, merk je heel erg die narratief van de onderdrukte witte man. En dat speelt heel mooi in op dat sentiment van wat Gamergate gecreëerd heeft. Mannen die zouden door de seksuele revolutie en door het feminisme en door vervreemding van hun arbeid, zouden ze geen doel meer hebben in het leven. En door de seksuele revolutie is een soort ongelijke hiërarchie ontstaan van mannen die heel veel seks kunnen krijgen en een veel groter deel wat nooit seks heeft. En dan krijg je te maken met incels. Ja, in ieder geval niet met anderen inderdaad. Ja, nee, ja. Ja precies. Well, waarschijnlijk hebben ze heel veel seks, maar ja, nee. Nou, voor een deel zit daar ook nog de groep bij die ook geen seks met zichzelf heeft en daar heel trots op is. En, oh, en dat als een masculiniteitsding ja, absoluut. Ziet. Ja, dat komt. En dat zijn dingen die ook gewoon in de mainstream media naar voren komen. Hè? Dat zelfs ook bij nou ja, de FVD en dat soort kringen en de denkers eromheen, dat masturbatie, Als je gaat zoeken in de NRC-archieven naar oude condoms van Thierry Baudet, dan heeft hij wel eens condoms van die strekking geschreven. Dat masturbatie je vervreemdt van je partner en dat soort zaken. Ja, en ook met quasi-wetenschappelijke onderbouwing, dat het ook hormonaal niet de juiste uitwerking heeft of dat soort zaken. Ja, of dat je zaad beter zou zijn of zo, of van betere kwaliteit. Dat soort theorieën worden er dan aangehangen van... Ze maken het zichzelf ook gewoon niet makkelijk. Oh man. Ik bedoel, ik geloof namelijk degene die dat zich volhouden, de never wankers. Nee, er is een term voor. No fap. Yes. Ik geloof namelijk gereed van dat ze dat ook volhouden. Zelfs degene die denken, die dat zeggen van wel. Dus die zit ook met een gewoon gespleten persoonlijkheid. Ja, en dat roept natuurlijk ook weer frustratie op. Want dan kan je het weer niet volhouden en dan... voel je weer incompetent. Ja, en dat wordt ook weer gewoon geprojecteerd op de samenleving die dan onze witte mannen het zo moeilijk maakt. En maar is dat het inderdaad het grotere verhaal eigenlijk dat dan de kern van waarheid, als in van de reële verandering die ter grondslag ligt aan zeg maar die tegenreactie van de opkomst van alt-right,
Is ook natuurlijk is dan de emancipatie van gemarginaliseerde groepen, de toenemende, nou ja, het is de vraag of er sprake van is, of het beter gaat met de acceptatie van mensen met een andere etnische achtergrond of met een andere seksuele oriëntatie. Maar er is wel, daar worden wel, ik bedoel, er zijn tegengestelde in bewegingen. In hun perceptie is dat wel zo. Dus, ja. En dat is dan de grond van mijn theorie. Het gaat ook altijd om perceptie en nooit om realiteit. Wat heel makkelijk te zien is als je kijkt naar peilingen van, worden de mensen in Frankrijk of in Nederland gevraagd hoe groot het percentage moslims is in hun land. En dat is altijd gewoon een factor 8 te hoog. Ja, precies, ja. Dus het gaat meer om zichtbaarheid dan om daadwerkelijke verandering. Ook in de positie van zwarte mensen in Amerika is niet zo heel veel veranderd. En die was toen dit opkwam zelfs achteruit gegaan vanwege de economische crisis. Relatief ten opzichte van witte mensen. Maar dat maakt niet uit, want het was iets meer zichtbaar. En dat is dan waar dat tegen gereageerd wordt. Maar dat is ook wat het lastig maakt, hoor. Omdat het een soort van gevecht is in een virtueel schimmerrijk. Wat wel past bij het hele idee dat ze zich vooral bezighouden met strijd in virtuele games en werelden. Dat de werkelijke maatschappelijke strijd waarin ze zich denken aan te moeten overgeven, eigenlijk ook eentje is die niet zoveel van doen heeft met werkelijke zaken. Maar vooral met gepercipieerde tegenslagen die ze moeten verduren. Voor hun is het wel werkelijkheid, hè? En dat is ook de mobiliserende factor. Want als jij je onderdrukt voelt, dan wil je daar iets tegen doen. En dat maakt dan niet uit of het een conspiracy is, of een samenzwering, of een gevoel wat geen basis heeft in de realiteit. Maar op het moment dat jij mobiliseert voor dat idee, dan wordt het een realiteit. Nee, ik wil natuurlijk niet zeggen dat niet daadwerkelijk zich voordoet. Maar het wat natuurlijk wel een belangrijke constatering is dat er helemaal geen sprake is van daadwerkelijke onderdrukking van witte mannen. Geen sprake is van omvolking. Dus als het gaat over de relevantie van ook van dit debat en wat eraan gedaan zou moeten worden. En de alt-right zou dan toch ook zijn van kan niemand hen niet gewoon duidelijk maken dat ze gewoon dat ze gewoon poep praten, dat is natuurlijk veel te makkelijk. Maar snap je die reactie van? Ja, maar er zijn altijd. Dief op, er is helemaal niks. Je wordt helemaal niet. Er is geen omvolking. En als witte man heb je meer privileges dan wie ook. Maar ja, dat is dan dat een punt dat het in feite maatschappelijk teleurgestelde witte mannen zijn die eigenlijk misschien ontkennen of deep down wel weten dat ze gewoon niet hebben kunnen profiteren van al die voordelen die hen gegund wordt in deze maatschappij die witte mannen juist alle voordelen biedt en heel veel extra voordelen ten opzichte van andere groepen. Dat er dan, ik bedoel, dan ben je natuurlijk ook wel gewoon een kneus als je dan nog 20 jaar lang alleen maar op je slaapkamer boze berichtjes blijft typen op 4chan. Is dat wat hier aan de hand is? Dat ze dan proberen om te draaien, omdat ze in dat narratief weliswaar de verliezer zijn, maar wel de winnaar hadden moeten zijn. En dat ze recht hebben en recht van spreken hebben om boos te zijn of zo. Daar zit zeker wel een kern van waarheid in. Maar het is ook zo, er zijn altijd statistieken te vinden die jouw standpunt onderbouwen. Dus er zijn begin jaren 90 en eigenlijk vanaf de tweede feministische golf zijn er tegenbewegingen ontstaan van mannen die het idee hadden dat ze nu dat vrouwen nu te veel rechten kregen en dat zij beperkt werden. En dan krijg je statistieken van als mannen plegen meer zelfmoord en positieve discriminaties. Dus als meer vrouwen worden aangenomen, dan gaat dat ten koste van een man. En daar halen zij hun wetenschappelijke legitimatie uit. En de alt-right profileert zich ook bewust als een soort intellectuele beweging gebaseerd op wetenschap. En dus het is geen kwestie van feiten of concurrerende feiten of iets van dat je een feit tegenover hun wereldbeeld kan zetten wat het ontkracht. Want er zijn altijd feiten die hun wereldbeeld wel bevestigen. Ja. En er is ook wel zie je ook bij het gaat vaak om mensen die niet heel slecht opgeleid zijn. Die zijn heel online. En er is heel veel te vinden dat hun standpunt zou onderbouwen. En er is gewoon een heel ecosysteem dat eigenlijk alleen maar 24/7 bezig is om dat wereldbeeld te onderbouwen. Er zijn YouTubers met 10 miljoen subscribers die alleen maar video's uitpompen over hoe feminisme het ergste ter wereld is. Ja. En mannen heel erg onderdrukt worden en hun achterstellen. Dus het is als persoon in zo'n beweging heel makkelijk om gewoon narratieven en feiten te vinden die
alles wat je tegenkomt weerlegt. En op het moment dat je iets tegenkomt dat jou niet bevalt, dan ga je gewoon googlen totdat je een tegenargument vindt. Ja, maar om het even goed te begrijpen, is het gewoon op te vatten als typisch voorbeeld van het principe dat als je geprivilegieerd bent, dat elke beweging in de richting van gelijkschakeling van de rechten, en dus in feite wat neerkomt op het ontnemen van het privilege, dat ervaren wordt als onderdrukking. Dat is ook dat kun je ook veel kernachtiger zeggen, maar het is een quote volgens mij. If you're accustomed to privilege, equality feels like oppression, mm-hmm. is volgens mij wat het is. Is dat niet wat zich hier afspeelt? Ik denk dat het wel, dat daar een deel, dat klopt. Dat klopt. En ook vooral dat de alt-right dan een manier is om toch te proberen om je die macht weer terug te krijgen en vast te houden aan dat kapitaal dat je hebt in de vorm cultureel kapitaal. In ieder geval, het is een soort laatste strohalm. En je ziet ook in de iconografie van de alt-right CEO, dat is altijd, het draait om macht en om witte macht. Dus de iconografie, de soorten beelden en dus beelden van kruisvaarders en hele intimiderende wapens. En dat is ook een heel erg een thema in het idee van masculiniteit. Er wordt altijd teruggegrepen op de warrior, de middeleeuwen, maar ook de vikingen. En daar klopt historisch niks van. Erecodes en dat soort dingen. Nee, ja. Maar het zijn voorbeelden van die ze aanhalen om hun leven vorm te geven. Een soort ideaalbeeld waar ze naartoe streven. Traditionele rolpatronen. Ja. En ook een falen van geschiedenislessen. Dat soort narratieven zo makkelijk te begrijpen zijn. Dus het idee van de middeleeuwen, waarin wit mannen tegen moslims vochten. En kruisvaarders als heldhaftige. Ja, en waarbij het mensen ging om het om handel, de eer van het vechten. Ja, nooit iets van heeft geklopt. Natuurlijk. En handelsvaarders die de nobele lieden waren en de hele wereld hun wil oplegden, maar een mooi wereldrijk stichten en daar handelen in goederen tot het grote hoogte brachten. Ja, het wit was er van kolonialisme inderdaad. Ja, precies. Ja. En wat is je opgevallen? Want je hebt ook echt een soort van kwalitatieve inhoudsanalyse gedaan van al die weblogartikelen. Dat was de persoonlijke weblog van die Richard Spencer? Dat was het eerste alt-right weblog. Hij was niet de enige die er schreef. Ook mensen als Jack Donovan, die zich heel erg bezig hield met masculiniteit. Wat andere mensen die zich nu nog steeds als alt-right identificeren. En wat viel je op in die geschriften? Je hebt ook een speciale focus gelegd op op representaties van gender. Ja, ik heb me dus vooral bezig gehouden met die idee over seksualiteit, over mannelijkheid en over vrouwelijkheid. Dus die drie thema's heb ik geanalyseerd en wat opviel was dat er dat het een heel reactionair en traditioneel beeld gaf. Wat op zich de probleemanalyse, die klopte wel, maar de oplossing die ze eraan hingen is heel reactionair. Dus ze voelen een probleem met neoliberalisme en de industrialisatie en het gevoel dat iedereen alleen maar harder moet werken of bullshit jobs heeft en dat het allemaal alleen nog maar om oppervlakkige dingen gaan en een gevoel van gebrek aan essentie en het verlies van gemeenschapszin in moderne samenlevingsvormen en dat soort zaken. Wat Marx vroeger heel mooi vervreemding noemde. Ja, ja, precies. En dat die vervreemding die kaarten ze aan. Maar waar links dus de klassenrevolutie en dingen aankondigt, wil de alt-right juist terug naar een imaginair verleden waarin een romantisch denken van een tijd toen het nog goed was, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk een klassiek fascistisch verhaal.
exact hetzelfde wat je bij Mussolini zag of bij de nazi's in Duitsland, is het idee van wij gaan terug en tegelijkertijd vooruit naar een glorietijd tegen de industrialisatie, tegen het kapitalisme, wat dan zeker in nazi-Duitsland altijd als een Joods kapitalisme werd gezien, dat mensen vervreemd van hun echte gemeenschap. En de echte gemeenschap is dan het volk en het volk is dan altijd wit. Hmm. Of anders geformuleerd, zeker als het wordt gebruikt in een verhaal van politieke groeperingen die de macht grijpen, is het dus ook een plan om de macht te grijpen door te veinzen dat er een route mogelijk is naar een dergelijk, dergelijk verleden waarin nou ja, die waarden hoogtij vierden en zo. Bedoel, dat is ook in hoeverre is het een... dat vraag ik me ook wel eens af. In hoeverre is vooral ook omdat het niet mogelijk is om daar naartoe terug te keren, hebben ze er zelf dat nodig? Doordat ze aan het misleiden zijn en dat het helemaal niet kan? Of is het, of geloven ze er zelf eigenlijk wel in? Of zien ze zelf ook wel van, dit klopt helemaal niet, want er is helemaal geen samenzwering achter. Of dit is helemaal niet aan de hand, maar het werkt goed voor de buren en dan gaan mensen op me stemmen. Ik heb het idee dat er... misschien allebei te sprake van is, maar hebben jullie daar een antwoord op? Ik weet natuurlijk niet wat die mensen echt geloven. Ik weet wel dat ik heb gelezen dat ze zijn heel bewust bezig met een bepaalde discourspolitiek. Er staat op een van de blogposts die ik heb geanalyseerd, staat expliciet dat ze eigenlijk het dominante discours, dus alles waar we nu over praten en hoe we daar nu over praten, dat eigenlijk volledig moet worden ondermijnd met fake news of met memes of andere manieren, zodat het Overton window naar rechts schuift en de alt-right het enige redelijke alternatief is of wordt. Maar wat de samenleving die ze zich voorstellen, of ze... Ja, ik weet niet in hoeverre ze daar zelf overtuigd van zijn. Ik weet wel dat ze... Sommige alt-righters willen een etnostaat, dus een gesegregeerde staat van voor alleen witte mensen. En dan, maar ik weet niet in hoeverre zij dit haalbaar achten. Ja, en dat kan je ook niet weten, denk ik. Nee. Je kan nooit in mensen hun hoofd kijken. Het meest waarschijnlijk lijkt mij dat het voor sommigen daadwerkelijk een realistisch doel is en voor anderen vooral een cynisch praatje. Ja, en het gaat ook vooral om het mechanisme, want ze zijn er wel mee bezig om dat discours naar rechts te schuiven en dat Overton window naar rechts te schuiven. Ja. En misschien zijn het niet de mensen, zijn het niet de alt-righters zelf die dan de macht grijpen, maar dan is er misschien wel iemand anders die dat doet. Er wordt gewoon heel strategisch mee omgegaan met wat je in het publiek zegt en wat niet. Dus je blijft redelijk ver van expliciet nazisme vandaan. Ja, je gaat niet dan, met hakenkruizen rondlopen. Want dan is het LARPen, zogenaamd. Ja, dan is het roleplay. Oh, ja. Dus de alt-right is is niet nazi dan. In dat... Zo presenteren ze zich. Ja, precies. Terwijl het natuurlijk omvat het ook gewoon. En zowel, dan is het ironisch. Het gebruik van ironie en humor, dat is een van de beproefde tactieken. Wordt dat ook gebruikt in die weblog zelf? Waren dat meer de serieuze bespiegelingen? Dat waren wel iets meer de serieuze. Dat weblog was echt een eerste. We hebben het over 2010, 2013. Voordat de alt-right echt een beweging is zoals die nu wordt gezien. En dat waren meer de echt de serieuzere bespiegelingen. En de proberen om een bepaalde ideologie te construeren. En een bepaalde maatschappijkritiek te formuleren. Mm-hmm. Maar dat gebruik van ironie, dat zie je later wel op 4chan en andere media. En ja, en ook wel daarvoor. Dus de 4chan-cultuur en ook heel veel gamercultuur zat vol met het ironisch gebruik van eigenlijk heel erg racistische en seksistische dingen. En dat begint dan als grapje. En voor sommige mensen wordt het serieuzer. En dan denken ze, ironie is tegelijkertijd een manier om te kunnen ontkennen dat je het zo bedoelt. Terwijl je het eigenlijk wel zo bedoelt. Het is ook een manier om dingen uit te proberen. Want je kan altijd backtracken. Ja, en je begint ook jezelf te overtuigen als je dat
blijft gebruiken. En dat zie je op 4chan heel duidelijk. Dus van die trollaanvallen die je bij Gamergate zag, die hebben ze ook eerder gedaan bij zwarte vrouwen ten tijde van Black Lives Matter vooral. Maar waar er dan nep zwarte vrouwen Twitter accounts werden opgezet en die dan belachelijke dingen gingen zeggen. En dat was voor sommige mensen was het een bloedserieuze aanval. En voor andere mensen was dat haha, ironisch, wat is dit grappig. Ik kan mensen boos maken. Dus die ironie, die humor is een methode om met zeg maar plausible deniability. Wel de meest expliciete racistische en seksistische dingen te zeggen. En door puur dat te zeggen, bestendig je het frame en die betekenis, kun je gewoon vrij van represailles, want het was een grapje, het was een grapje, het was gewoon trollen, kun je ze wel bestendigen. En met het verneukeratieve gevolg dat het voor je hersenen, waar de ontvankelijkheid voor bepaalde narratieven wordt opgeslagen tussen verschillende stukjes de neurologische verbinding wordt gelegd, zeg maar, niet veel uitmaakt of het nou een grapje was of niet, de link is gelegd. Ja, precies. En het is ook, er is ook een soort wet, een theorie die Poe's Law heet. Van Poe, zoals een Edgar Allan Poe, maar dan de andere. Volgens mij wel, ja. Maar dan maar die luidt dus dat op het moment dat jij een grap ziet, dan er is altijd een voor een grap om te werken moet er altijd een bepaalde manier, bepaalde mate van herkenning zijn. Ja. Dus op het moment dat jij een grap grappig vindt, dan erken je eigenlijk de onderliggende gedachte die erachter zit. Dus op het moment dat jij een racistische grap of een stereotype beeld heel grappig vindt, zoals bij een meme waar heel veel stereotypes in worden gebruikt, dan zit daar een mate van herkenning in. En het, tegelijkertijd schuift het dan dus ook de mogelijkheden op van waar we het over kunnen hebben. Dus een tactiek om het Overton window verder naar rechts te verspreiden. Om het gewoon het speelveld op te rekken. Ja. En mensen te overtuigen en mensen erbij te betrekken. Zonder dat ze het initieel misschien zelf heel expliciet doorhebben. En dit is ook, je ziet dat het voor journalisten heel moeilijk is om dit te begrijpen en daar wat op te krijgen. Dus toen VPRO Tegenlicht, ik denk 2 jaar geleden, een aflevering had over alt-right en over mensen die memes maken. Ging dat ook eigenlijk grandioos mis. Dus zij lieten die mensen zelf hun verhaal vertellen en waarom doen ze dat. Maar er werd amper een link gelegd met het onderliggende racistische en seksistische ideologie. Omdat je merkt dat veel journalisten dit gewoon niet begrijpen als ironie is tegelijkertijd serieus en niet serieus. Dat is gewoon iets te hoog gegrepen. Ja, weet ik, het is niet binnen hun ervaringswereld. Tenminste niet de journalisten die ik er tot nu toe heb over zien schrijven in Nederland. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk bruikbaar is in een normale journalistieke format. Van dan ga je al uit een meme-maker interviewen van wat bedoelde je dan ermee? Ah joh, het is gewoon trollen, maar gewoon een grapje. Oh, het is een grapje. Natuurlijk, ik ben niet echt een nazi, maar het is gewoon, je moet er alles kunnen zeggen. Ik vind het wel belangrijk dat je gewoon alles moet kunnen zeggen. En ook een Auschwitz-grap, 6 miljoen mensen, bla bla bla. En even later wordt er gewoon misschien bloedserieus gewoon in twijfel getrokken. Hoeveel Joden er daadwerkelijk en andere mensen zijn vernietigd. Dat het ene keer is een grapje en de volgende keer wordt het gewoon weer serieus opgerekt. Ja, en het is heel moeilijk om daar voor journalisten doorheen te prikken. Hetgene dat het beste, wat ik het beste heb zien werken, vooral buiten Nederland, is als je iemand kan benaderen met als een good faith interview, terwijl je zelf hard bewijs hebt dat zij bijvoorbeeld gewoon een nazistische uitspraak hebben gedaan. En dan als je dan gewoon door blijft vragen over, maar wat bedoel je dan met die specifieke uitvraag en niet of uitspraak en dan niet genoegen neemt met, ja, maar dat was een grapje. Dan kom je nog wel eens ergens en dan zie je ook heel vaak van die mensen gewoon boos weglopen of helemaal dichtklappen. Ja, maar dat is activisme. Dus ben je nou een journalist of activist? Moet wel objectief blijven, Sander. Ja, nee, dat is, en dat is natuurlijk het problematische, dat wanneer je daadwerkelijk waarheidsvorsing wil doen, vraagt dat om het innemen van een positie die door velen als activistisch wordt uitgelegd en niet objectief. Ja. Want objectief is gewoon he said, she said, journalistiek, waarin je iedereen voor zichzelf moet laten spreken en daar moet je het bij laten. En dan kan je misschien een expert uitnodigen, maar dat is ook maar één extra voice die je dan gaat analyseren. En als je als journalist nou wel probeert er doorheen te prikken en de juiste vragen te stellen en kritische dingen te vertellen, dan word je van beschuldigd om... Dan ben je een cultuurmarxist. Ja. Ben je een cultuurmarxist en dan willen mensen het hebben over ethics in gaming journalism. Ja. Dan krijg je daadwerkelijk
kan je heel erg veel over je heen krijgen. En dat kan ook heel moeilijk zijn voor journalisten. Ook omdat die er gewoon niet aan gewend zijn. En dat beïnvloedt ze ook. Ik heb dat ook zelf een keer gemerkt toen ik vroeger in een ver verleden sportjournalist was. En toen was er één speler die beschuldigd werd van verkrachting. En ik schreef daarover op een... Ik nam een standpunt in. In principe moet je gewoon geloven dat die beschuldiging waar is. Want er zijn veel redenen om gewoon vrouwen te geloven als ze zeggen dat ze verkracht zijn. En dan krijg je dus, want het is sport en mensen zijn gehecht aan hun spelers, krijg je heel erg veel shit over je heen. En dan ga je daadwerkelijk even nadenken van, wacht, maar als zoveel mensen met mij oneens zijn, heb ik dan wel een goed punt gemaakt? Kan ik het niet beter even wat gematigder framen? En dan ben ik niet degene die, zeg maar, dat het meest snel gaat doen, maar dan het zet je daadwerkelijk aan het denken. En dan gaat het nog over sportjournalistiek en over, zeg maar, het is één speler en het is allemaal niet zo, ja, niet zo radicaal of niet zo erg. Maar op het moment dat jij het gaat hebben over bijvoorbeeld Schild en Vrienden in België, dan krijg je heel veel meer shit over je heen. En dan wordt het ook een stuk serieuzer. Dan gaan mensen aan je deur staan. En dat is toch moeilijk voor journalisten. Ja. En die moeten daarmee leren omgaan. Hebben we de belangrijkste instrumenten en tactieken die Alt-Right gebruikt, hebben we die besproken? Of zijn er nog andere specifieke, want we hebben een humor gehad bijvoorbeeld. Want even samenvatten is misschien wel goed om te kijken of we alles een beetje gecoverd hebben. De historische en ook ideologische grondslagen hebben we besproken. En de anxiety van witte mannen die zich onderdrukt voelen en zich daartegen verweren. En hoe die zich in allerlei verbanden, zoals in games en maar ook in sportgemeenschappen, hebben opgehouden, waarin dat racisme en seksisme lekker gefetterd heeft, zeg maar, en om vervolgens weer tot de uitbarsting te komen. Het gebruik van memes en ironie en andere zaken, maar is het compleet? Wat hebben we nog meer? Wat zijn dan de typische uitingsvormen waarin we Alt-right en misschien ook de manieren waarop dat in mainstream media of gewoon op het normale Twitter, zeg maar, kunnen vinden? Humor is belangrijk, maar ook de pseudowetenschappelijke onderbouwing die ze vaak hebben. Dus er zijn feiten, bijvoorbeeld statistieken over IQ, waarin dan staat dat Afrikanen het laagste IQ hebben ter wereld en Aziaten het hoogste. En daar wordt dan bijvoorbeeld een hele rassentheorie omheen gebouwd, waarbij volledig wordt voorbijgegaan aan redenen waarom dat IQ dan in Afrika lager zou liggen. En dat soort feiten en dat soort pseudowetenschappelijke onderbouwingen is ook iets waar je voor moet uitkijken. Dus als je iets publiceert, probeer vooruit te denken en te denken aan de normatieve ideeën die erachter van kunnen deze feiten een bepaald gedachtegoed legitimeren. Het is inderdaad belangrijk om te maken dat het echt om pseudowetenschap gaat. Ras als biologisch construct is gewoon geheel irrelevant in wetenschappelijke kringen. Maar er zijn wel veel mensen die onderzoek doen naar de distributie van IQ over verschillende populaties. En daar wordt niet altijd heel goed over nagedacht over hoe je dat het beste kan opschrijven zonder tegelijkertijd nazi's te voeden. Mm-hmm. Precies. We hebben het even gehad ook over hoe je daar bijvoorbeeld als publiciste tegen kan, of als journalist of als gewoon algemene twitteraar tegen kan wapenen. Waar misschien nog wel goed is om op in te zoomen is, wat zijn de lessen die ook vooral linkse organisaties en linkse politieke partijen en stromingen hieruit kunnen trekken? Want ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er, zeker om de als het gaat om de deels, zeg maar, legitieme sociale problemen, zoals de vervreemding die optreedt en slechtere economische omstandigheden, zeg maar, die een voedingsbodem zijn waar extreemrechtse dingen kunnen groeien. Dat groeien van extreemrechtse ideologieën voor zijn, maar de
het feit dat het voedzame, of zeg maar een voedingsbodem vindt, dat wil ook zeggen dat daar ook, nou ja, dat er ook andere plantjes kunnen groeien, zeg maar. Dus de, hebben linkse organisaties of linkse verhalen en daar ook een ook steken laten vallen? Want dat is de kritiek die je wel eens hoort, dat er dat als, nou ja, als linkse politiek meer aansprekend zou zijn, dat het een beter verhaal kan bieden aan mensen die sociaal-economisch gezien disenfranchised zijn, zeg maar. Ik denk dat dat vooral een frame is van extreem rechts. Ik denk ook persoonlijk, tuurlijk, er zijn alternatieven. Voor de mensen die economic anxiety voelen, zijn er alternatieve ideeën. Maar op het moment dat jij je economische angsten gaat wijten aan de aanwezigheid van migranten, dan ben je eigenlijk al te ver het bos in om nog vatbaar te zijn voor linkse alternatieven. Ja, het is heel moeilijk ook voor links om, uiteindelijk gaat het hier om een soort restsentiment en een reactionaire ideeën van de voedingsbodem is, zoals je eerder zei, ik hoor bovenaan te staan, want ik ben wit en man en ik ben hier toch de norm. En daar kan je als linkse partij gewoon heel erg weinig mee. En ik denk dat als linkse partijen iets fout hebben gedaan, naast de beweging naar het midden van de PvdA in de jaren 90, is juist dat concept heel serieus nemen. Dus de SP heeft dat idee altijd heel serieus genomen. Als witte mensen en vooral witte mannen zijn bedreigd door migranten en voelen zich daar bedreigd door en daar moeten wij wat mee. En daardoor is de SP nu eigenlijk een heel reactionair clubje geworden. En daar kan je niet zoveel, met dat sentiment kan je niet zoveel als linkse partij. Het enige wat je kan doen is zorgen dat jij staat voor een daadwerkelijk inclusieve samenleving waar iedereen zich bij betrokken kan voelen, waar iedereen een goed leven kan leiden. Dat is wat je moet benadrukken. En ik weet niet of je heel veel meer kan doen dan dat. Nee, ik bedoel, iedereen die zich aangetrokken voelt door de alt-right, die moet zich, zeker als het gaat om de electorale kracht daarvan, maar het moet je als verloren beschouwen. Vooral hopen dat ze niet gaan stemmen misschien, of dat ze zich niet weten te verenigen. Nou, het maar, is meer het idee dat je, en dat leeft bij heel veel linkse partijen, het idee dat je iets moet met het sentiment, met de angst, met het racisme van witte mensen. En dat kan gewoon niet. Nee. Je kan er gewoon niks mee, want dan kan je als linkse partij, kan je dat niet kanaliseren of omarmen of daar iets mee doen. Het enige wat je kan zeggen is, dat is onterecht, leer maar leven met je buren. Ja. En op Twitter moet je zulke figuren gewoon blokken? Ja, maar die blokfunctie op Twitter, dat je bloklijsten met elkaar kan delen, die hebben ze de stekker uitgetrokken. Hè? Ja. Er werd dan ook weer, vanuit Twitters perspectief misbruik van gemaakt, doordat dat campagnematig werd gebruikt om gigantische lijsten mensen te blokken, vermoed ik. Maar of zijn er nog apps die functionaliteit wel bieden? Zit jij dan niet? Ik heb gisteren nog gekeken en volgens mij doet blocktogether.org het nog wel. Maar er zijn ook minder functionaliteiten. En ik heb het ook nog niet geprobeerd, dus ik weet niet in hoeverre dat nog werkt. Maar volgens mij is dat wel, dan is het vanaf een derde partij en dan kun je bloklijsten importeren en delen. Ja. Ja, maar niet meer handmatig. Nee, dus het kan niet meer binnen de Twitter-app zelf. Volgens mij inderdaad BlockTogether en wat BlockTogether dan doet achter de schermen is gewoon handmatig iedereen die op die lijst zit blokken. Ja. Ja, wel via een API zit je niet op hoeft te klikken, maar via een andere methode. Ja. Maar blok iedereen op Twitter. Mute niet, want dan zien ze nog jouw post en gaan ze mensen lastigvallen die jij retweet. Nou, we zullen het in de toekomst vast nog wel vaker over de alt-right gaan hebben. En hopelijk ook, misschien niet per se over dat onderwerp of iets anders is ook goed, ook nog met jullie als gast of co-host. Zijn jullie daartoe bereid tenminste? Ja hoor, ik vond het heel leuk en Moet een beetje wennen, maar... Leuk en leerzaam. Ja, precies. Tenminste, voor mij dan, voor de luisteraars. Erg interessant. Ja. Erg gezellig. Nou, hartstikke mooi. Even kijken. Waar kunnen luisteraars jullie vinden op het internet? Als ze denken van, nou, die Sander en Romy, daar wil ik wel wat meer van horen. En ik wil niet op de volgende podcastaflevering wachten. Ik zit op Twitter. @haathex. Haathex.
Ja. Niet te verwarren met kuthex, die heb je ook. Nee, dat is mijn zus. Oh, echt waar? Nee, niet echt. Ah, maar... Ik dacht het even. Had gekund. Nee, ja, oké. Okay. Haantraccepteren, dat is het belangrijkste. Oké. Okay. En jij, Sander Philipsen? Ed Sander Philipsen, denk ik? Ja, je kan mij doen. Ed Sander Philipsen. Ik ben heel saai. Dan rest ons alleen nog de gebruikelijke plichtplegingen van het noemen van de diverse adressen, zoals hetredelijkemidden.nl, waar show notes zijn te vinden, en @redelijkemidden op Twitter. En het e-mailadres hetredelijkemidden@gmail.com, waar we eventueel ook nog berichtjes kunnen ontvangen. Maar we sluiten niet af voordat we het vaste item hebben gehad, namelijk het redelijke midden van deze week. Wat is het redelijke midden van deze week volgens jou, Romy? Angela de Jong mag televisierecent blijven, maar alleen voor promenade. Oké. Okay. En Sander, die van jou? We hebben inderdaad een nationaal museum nodig, vol met alle gruwelijkheden die door en in naam van de Nederlandse natie zijn begaan. Maar om de mensen die Nederland toch vooral een wit land vinden tegemoet te komen, stellen we die alleen verplicht voor witte mensen. Oké. Okay. Goed, ja, goed plan. Gaan we doen. Ik ben notorisch slecht in het verzinnen van het redelijke midden van deze weeks. Maar ik hoopte eigenlijk dat er wat te kleien was van de volgende fenomenale bijdrage van @FCDH Northside. Volgens mij een supportersclubje van FC Den Haag die zich... Een verbazing uitspraken over het feit dat de beschuldigingen waren dat er spreekkoren waren geweest van supporters die Mo, waar is je vader nou, hadden gezongen. En zij tweeten daarop, statement, als je er niet bij was geweest, moet je gewoon je mond houden. Mo, waar is je vader nou? Scheid toch uit. Homo's vieren carnaval, werd er gezongen. Een ludieke song die met regelmaat wordt gezongen richting clubs uit het zuiden, het Fox Sports NL. Het idee dat je een soort van PR-statement kan maken door duidelijk te maken dat je spreekkoor zogenaamd niet racistisch, maar homofoob was, en dat je daar gewoon mee weg denkt te kunnen komen, dat het van nee, gewoon, het was gewoon anti-homo. Nou, dat tart de werkelijkheid. In ieder geval is het strijdig met mijn vermogens om hier nog een grapje over te maken. Dus ik laat het er gewoon bij. Oh, mocht je wel een leuke grap hebben van god, dit had je moeten zeggen, Jaap. Stuur dan een mailtje naar hetredelijkemidden@gmail.com of stuur een DM aan onze Twitter-account. En hier maak ik me dan maar heel gemakzuchtig van de vanaf. En zeg ik tot de volgende week. En heel erg dank aan Romy en Sander voor jullie bijdrage. Ik weet weer een stuk meer over de alt-right. En graag tot de volgende keer. Houdoe. Graag. And as someone who has been told to go back, I'm gonna tell you, we're moving forward. Forward to a multiracial democracy, forward to guaranteed healthcare, forward to a living wage, forward to fighting for our neighbors, forward for indigenous rights and honoring sovereignty, forward, forward, forward. Bye.